Nu al een slinkse beweging van Hayri Pinacci. En zoals gewend hier zo, altijd gelijk de eerste bal naar voren. Over de zijlijn, een inworp voor DVS. Nicky van Hilte. Ja, die spoor Stef Nijland stuurt Benjamin Romeon weg. Kijk eens hoe snel die is. Hij is helemaal alleen daar, maar kan hij een actie maken. Hij gaat naar binnen. Geeft hem aan Stef Nijland. Nee, aan Kruisheer. Excuus. En kan hij gaan schieten? Kan hij gaan schieten? Oh, keeper moet helemaal naar de hoek. Voor de eerste keer. Mike van Vliet. Eerste kans is voor DVS. Ja, in de 15e minuut. Hier moet je opletten. Want het is een snelle combinatie van Noordwijk. Nummer 23. Joost van den Booghaard. 1 op 1 daar. Hey, scheidsrechter. Balletje, maar oké. Okay. Bestraft met een gele kaart ook. Nicky van Hilte. Zo. Lekker uit die hoek gepakt. Daan Huiskamp. Mooi vrije trap, ook goede redding. Romeon die de bal kan oppikken. Vloedgraven. Gevaarlijk balletje. Nicky van Hilte. Overname nu. Overname. Kan, dan moet hij gaan. Kruisheer. Ja. Lekkere goal, jongen, Kruisheer. Goed doorgaan van Quincy Veenhoff, die eerst de bal leek te verliezen, maar toch de assist geeft op Kruisheer. En zo komt DVS hier op een 1-0 voorsprong. Heel goed. Balverlies van Koen Vloedgraven, Emiel Wendt. Zonde om daar balverlies te leiden. Reinaars. Hoeft niet. Naar Roshanali. Goeie, die handige spits hoor, die grote beer, die Wendt. Nu druk van Noordwijk. Een randje buiten spel. Die loopt daar heel makkelijk voorbij te wandelen. Oh, daar komt Joost van der Booghaard volgens mij met een kopbal. Loopt goed af. Nicky van Hilte zag hem niet aankomen. Lekker driehoekje. Nicky van Hilte op avontuur daar. Gaat er tussendoor. Wat een mooie actie. Boom. Hoppa. Nicky van Hilte zeg. Die mag 75% van dit doelpunt hebben. Ik heb niet gezien wie er scoorde. Ja, dat is Koen Vloedgraven. Nou. Met zijn linkerbeentje. Hey, het begon hier al mooi met dat driehoekje. Veenhoff, Pinacci, Nicky van Hilte. Snijdt daar tussen twee verdedigers door. Geeft hem gewoon in verre hoek. Lekker 2-0. Ja, prachtig. Wat zo. Een thee. Voor de rust. En dat is lekker. Wendt daar. Tim van den Berg ervoor. Balletje valt daar. Wordt een kans voor Tim van den Berg. Schijs. Blijft gevaarlijk. Ja, daar valt het 2-1. Toch een doelpunt voor Noordwijk. Aansluitingstreffer. Bouwman. Eerst al een actie van Tim van den Berg dat hij die bal nog kan wegwerken. Niet alles lukt natuurlijk, maar werkt hard. Kijk, dit zijn van die balletjes die net doorschieten. Hij gaat liggen. Niks. Penalty. Nee, scheidsrechter. Nee, hij doet het niet. Doet dit wel. Eerst, hij wuift hem weg. En hij trapt gewoon in zichzelf. Ja. Nummer 10 achter de bal. Reyes. Roshanali. Ja. Tegen Roshanali. Daan Huiskamp. Kom op, Daan Huiskamp. Hoppa! Ja, nou, kijk eens aan. Zo, Daan hoeft niet op te treden. Gerechtigheid, ja. Denk ik. Ja. Nicky van Hilte. Daar ligt alweer iemand. Kruisje boos. Gaat hij Rosa gaat schieten.
Oh, die bal werd van richting veranderd onderweg. Daan Huiskamp de goede hoek in. Perfecte en de bal op Veenhof. Goede aanname ook. Harry Pinassi stuurt daar een kruis weer weg. Tussen drie man in. En daar komt Valstar. Valstar! Wat doet hij? Valstar, nee! Oh, ja, van kijk. De lijn gehaald. Oh, wat zonde voor die jongen. Dan had hij zijn... Ja, dat was toch wel heel mooi geweest. Zo. Nou, Valstar. Valstar, oh, nee. Jammer. Daar stond hij toch weer op een goede plek. Hij ging heel goed door. En dan zo'n Spaanse scheidsrechter hij die schiet dat door. Totaal niet intrapt. Quincy Veenhof. Je kunt jezelf nu onsterfelijk maken. Helaas. Maar weer doet hij het niet. Wat jammer. Benjamin Roumillon kan hem oppikken. Prachtige paas. Quincy Veenhof. Wat gebeurt daar? Oh, voor nee, de vierde keer, jongens. Ho. Quincy Veenhof, ja, je merkt aan hem dat hij langzaam maar zeker het niet meer kan belopen. Hmm. Het is natuurlijk een speler met een enorme inzet. En daar, toch, het daar, doelpunt. Valt de 2-2. Wederom een goede aanval van Noordwijk. Bij de tweede paal wordt de bal ingeschoten. Zoekt Roumillon, die gaat door. Oh. Kan alsnog. Oh, bijna. Jammer, een metertje of twee naast. Toch, André. Je ziet aan Noordwijk dat het heel veel energie heeft gekost om langs zij te komen. DVS de laatste 5-10 minuten bovenliggende partij. Pinacci. Roumillon. Buitenspel, ja. Van Jafoetst. Helaas buitenspel. Snel genomen. Op de plek, toch? Slim. Ja... En het is afgelopen. 2-2 na benieuwd wat het wordt. 90 minuten. Ik denk toch verlenging. Beide gezegend met een mooie trap. Everen. Oh. Ja, dat komt goed. Nou, komt hij nog goed? Hij komt goed. Oh, wat. Het leek helemaal nergens op. Maar... Het is weer zo'n heerlijk moment. Komt hij? Oh, zo. Bijna geleden die door het oog linksbuiten van de naald. Nu liggen de linies ietsje te ver uit elkaar bij DVS. Dat is een goede bal. En ook daar ruimte, Sam van Oosten. Prima reactie. Had prima niet helemaal redding gehoeven. Van Daan Huiskamp. Nog niet. Jongen. Ja, dit zijn billenknijpmomenten van de eerste orde. De Noordwijk bekende Louis van Gaal wissel. Een penalty killer. Lars Jansen. Finn Kluiver. Finn, gaat hij het nog een keer proberen? Oeh. Scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. 2-2. We gaan pingels nemen. De eerste pingel. Tegenover Tour Boeman, al scorend. Feilloos. Zeer eenvoudig. Daan Huiskamp zelf. En keeper Lars Jansen. De penalty killer. Kijken wat hij ervan bakt. En keihard. Zo doe je dat. Wacht lang. Ja! Ja! Over. Slingers. Nou, het kan precies. Ze hebben er geen last van de slingers.
redelijk lange aanloop. Tijdens de aanloop kijkt hij. En zo ontzettend makkelijk. 2-1 voorsprong voor DVS. Sander Bosma. Hij over! Hey! Cruciaal deze derde. Ja, zeker. Kruisheer. Schot, doelpunt. Keurig yes. In het hoekje. Niet hard. 3-1. Hij zat eraan. Bijzonder makkelijk. Ze waren al van de middenlijn af. Hairi Pinazzi mag het beslissen. Hairi Pinazzi. Komt hij. En hij is het door! Fantastisch! Ja, ja. Ongelooflijk! DVS beekt het verder. Mooi. Prachtig. Uiteindelijk verdiend. Toch. Ja. DVS door naar de volgende ronde. Een betere strafschoppenserie. En ja, verdiend. Verdiend, wat een, zeker. Het heeft wel een kracht gekost. Op grond van die gemiste kansen in de tweede helft, zeer zeker. En doorbekeren naar een... Prachtig. Nou, hopelijk een mooie wedstrijd. Het publiek wordt bedankt. Knijter goede mentaliteit getoond deze hele avond. DVS 33. Daar kun je enorm van genieten. Prachtige bekerstrijd. Hele mooie avond. Hier in Ermelo.